De première die wij straks gaan meemaken, de vertoning van de film over Boer Waalkens. Een première vanuit Stichting Beeldlijn. En als ik u zeg dat wij al vanaf 1988 de mooiste documentaires maken over kunst, cultuur, omgeving van het landschap, politiek, dan denk ik dat wij vanuit de Stichting Beeldlijn wel eens misplaatst bescheiden zijn, omdat er tientallen juweeltjes inmiddels zijn verschenen. Deze film over Boer Waalkens als een soort sluitstuk van 100 jaar moderne kunst in Groningen. En het zou ontzettend mooi zijn om volgend jaar, ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van Beeldlijn, om een cassette te maken met 4 films en die dan aan te bieden aan het publiek. 100 jaar moderne kunst. Fantastisch!